beter te eten en om bij mij te zijn ook. Nou, zo kwam ik bij een baas terecht. Daar ben ik een poos geweest. Ook alleen slapen werd er niet. En klerk, daar ben ik niet. Daar ben ik niet in huis geweest. Maar heb je alleen gegeten? Het lijkt een potje. Maar wat is dit wel? Bij klerk, een potje, wat is dat? Dat is een. Een dampende pot. Dat is een vat. Ja. Waarin dus paling gerookt werd. En dat hebben we bij het klerk gedaan. Maar daar ben ik niet in huis geweest. De buren van het klerk, dat was Kersbergen. Daar ben ik toen in huis geweest. Alleen slapen ook. Niks meegemaakt. En vandaar ben ik naar Sluis verhuisd. Nou, dat was allemaal in Herugowaard Zuid en Sluis. Die woonde in Herugowaard Noord. En toen is Riet, die is ook meegegaan naar Herugowaard Noord. Maar niet bij hetzelfde adres, maar bij een buurboer. Een veeboer, hè? Ja. En die had het heel goed wat eten en drinken. Want als je bij de veeboer zijn, dan had je alles. Dus die ging naar die veeboer, want die wilde ook wel wat doen. Dus die had een goed adres wat eten betreft. En ik was bij die sluis, dat was ook een veeboer, maar die had niet zoveel. Dat was voldoende eten, maar in vettigheid was allemaal een stuk minder. Nou, dan heb je en daar werd ik ziek. Ja, daarom dat bed. Ja, wat? Ja, wat? Zeg je nou? Wat zei parasiek. Parasitatie. Je werd ziek. Wat voor ziekte kreeg je? Kreeg je weer pleuritis? Toen je hier ziek werd, was op het eind van de oorlog. Nee, difterie. Difterie kreeg je, ja. Maar Rie kwam op een bepaald moment ook naar de kop van Noord-Holland. Wat deed zij? Was ze koerierster of zo? Nou, ze werkte in de huishouding bij de familie Gootjes. Dat zei die wel, nee. Die staat er niet bij. Dat is Rus. Staat er niet bij. Nee. Maar nee. Zij heeft dit door iemand laten maken. Ja. Maar heeft dat laten maken? Wie heeft dit laten maken? Mevrouw Gootjes of mevrouw... Mevrouw Gootjes. Mevrouw Gootjes. Die heeft het laten maken door iemand. Ja. Die zij kende, die een bekende figuur die goed kon tekenen. Want dit is je onderduikverhaal. Ja. 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 Toch is dat een periode, je zegt ik ben niet zo lang overal geweest, maar het betreft wel een periode van 1,5 jaar. Ja, maar ze hebben niet bijgehouden. Nee, jawel, maar augustus 43 en de oorlog was afgelopen in mei 45. Maar je hebt niet bijgehouden hoe lang of je overal geweest bent. Je hebt niet bijgehouden hoe lang of je ondergedoken bent op die adressen. Nee. Nou ja, ik ben ondergedoken geweest vanaf 27 augustus 1943 tot de bevrijding. Ja, dat is 1,5 jaar. Die tijd. Ja. Verteld over.
Maar bijna 2 jaar. Ja.